Hallo dames en heren, ik heb voor jou een light challenge. Like deze video sneller dan het licht, want anders is er een grote kans dat de Uberdriver jou komt ontvoeren. En dat wil je niet hebben. Vandaag gaan we een Uberdriver bestellen. Het is niet 3 uur 's nachts, dat kan niet eens als het licht is, maar ik ga het via het dark web doen. Dus wij gaan hier een rit maken, ja, ik kan niet klikken anders in mijn adres. Dus ik ben heel erg benieuwd of er een rit komt. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal met het belletje aan. En wij gaan even een rit bestellen ondertussen, dus ik doe dat eventjes. En ik ben benieuwd of die mij naar de McDonald's kan brengen. Dus ik ga het eventjes intypen. Ik ben echt heel erg gespannen. Ik hoop dat we naar de Mackie kunnen gaan. Dus ja, ik hoop dat je geabonneerd bent en alles. En weet je wat? Wij gaan naar de McDonald's. En ik heb hem georderd. Oké, nu ben ik echt benieuwd. Dus ik ga mijn auto uitzetten. Tijd om eruit te gaan. Let's go. Oké, guys. Ik zit juist hier te wachten op de Uber. Ik ben echt benieuwd, mensen. Ik zweer het je. Ik ben echt benieuwd wat voor Uber dit is. Ik weet ook niet wat ik erbij kan voorstellen. Ja, ik vind het heel spannend. Ik weet echt niet wat ik hiervan moet denken. Oh, ik ben ook echt zenuwachtig, hoor. Dat wil je niet weten. Je weet niet hoeveel spanningen door mijn lichaam heen gaan. Dus ja, man. Oh, is dat mijn Uber? Huh? Wacht even. No way. Oké. Mijn Uber is hier aangekomen. Huh? Even zien. Goedemiddag. Hoe is het? Goed, ik wil naar de McDonald's graag. Is goed, gaan we naar de McDonald's rijden. Oh, echt benieuwd waar we naartoe gaan, mensen. Oh mijn freaking god, maar dit is dus de Uber. Geen navigatie, helemaal niks. In ieder geval. Zo, vol gassen. Oké, mensen, waar denken jullie waar ik naartoe ga? Laat even achter hier in de comments. Hoe ver is de McDonald's rijden hier? 5 minuutjes. 5 minuutjes. Oké, dat is helemaal goed. Maar ik had echt een duurdere auto verwacht, mensen. Wat de hel? Ik dacht echt een Mercedes of zo, maar dit is gewoon een Fiat van 1995. Anyways, ik weet echt niet wat ik hier kan verwachten. Pas op voor die mensen. Echt waar? Oh, ik ben echt benieuwd waar we naartoe gaan. Oh, gast! What the fuck? Rij je normaal, joh? Nee, je zit hier slingeren. Hallo, ik betaal je wel voor Uber, hè? Ja. Oké, misschien wel een stuk goed. Gast, what the fuck? Dit is echt super eng, mensen. Oh mijn god. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Hier rechtsaf. Ik hoop dat hij deze een beetje normaal gaat rijden. Ik weet niet, want dit zit er totaal niet lekker dit. Ik zeg rechtsaf, waarom ga je niet naar rechts? Je moet toch wel, oké, kan gebeuren. Ik dacht al, wat de hel. Maar waarom staat er op jullie website dat hier een Mercedes zou opgehaald worden? Die is kapot. Gast! Je rijdt er tegenaan! Gozer, je rijdt de keihard tegenaan! Oh, ik ben blij dat het niet mijn auto is, verdomme. Oh. Rijden lekker tegen de lantaarnpaal aan, joh. De ding, ik dacht deze kan wel echt 200 of zo, maar in plaats van deze 200 kan. Kijk, ze staat letterlijk op. Ik weet niet of je het kunnen zien. Maar 160. Dat is dan een heel verschil dan wat de mijne kan. Automatisch. Gaan we nou. Het gaat toch niet naar het hotel, hè? We moeten naar de McDonald's. Ik vind het zo eng. Deze Uber, ik heb niet verwacht. Nee, man. Maar ja, ik hoop dat deze Uber een beetje fatsoenlijk. Zit je over mij te praten? Nee, ik zit niet over jou te praten. Over wie praat je dan? Ik praat aan mezelf. Zo, ik weet, het klinkt een beetje raar, maar. Het Maspels Hotel. We moeten hier naar links, hè? Dit is niet de McDonald's in ieder geval. Ik ga gewoon naar rechts. Gast, naar links! Je hebt helemaal geen navigatie. Ja, maar die is niet die kant op. Dit is een hele andere kant op. Nu ga ik compleet de andere kant op, man. Dit is totaal niet de Mac. Dit is sneller dan de Mac. Echt waar? Ja. Oké, ja, als jij het weet. Laat maar zien dan. Ik vind het heel vaag met deze bestuur. Ik hoop in ieder geval dat deze Uber aan het omrijden is. Ik heb echt daadwerkelijk geen idee. Ik hoop het maar.
We moeten hier in, hè, dat straatje daar waar die auto bij uitkomt. Daarin. We moeten daarin, hè. Ik zeg toch die kant op. Je mag hier maar 60. Oké, okay, ik hoop dan een beetje. We zijn sowieso niet in de buurt van de McDonald's. Ik weet echt niet waar die naartoe gaat met mij. Het is een beetje raar. Dus ja. Ik heb. Wacht, ik ken dit pad. Voor mij ken ik dit pad weer. Kom er dan niet vandaan? Ik heb daadwerkelijk geen idee, mensen. Yo, maar waarom ga je niet meer terug? Goeie, shut up. Wat zit je nou te praten? Ja, hallo, ik vind het raar dat je deze kant ineens op bent gaan. Ik ga hem importeren. We zijn bijna bij de Mac, joh. Oké, okay, we zijn dus bijna bij de Mac. Zegt hij. Ik ga hem gewoon volgen. Want hij gaat waarschijnlijk zelf ook naar de Mac. Wat ga je zo meteen doen trouwens? Ik ga even mee naar de Mac. Lekker McChicken. We zijn in de McChicken, ja? Nou, groot gelijk. Ik zou zeggen, pleur die auto maar neer en dan gaan we naar de Mac. Ik zie daar wel een mooie Mazda staan. Dan ga ik het daar even neerzetten. Doe dan maar. Oké, okay, hij gaat hem dus bij die Mazda zetten. Als hij maar niet tegen mijn auto aanrijdt, hè. Dit is mijn auto dus. En hij moet echt weer door de wasstraat. Hij is helemaal vuil geworden in mijn auto. Oh, alsjeblieft. Zo'n auto wil ik echt niet tegen mijn aan hebben geknald. Oh, zodat hij nog net niet tegen een boom aan knalt, zoals toen net tegen een paaltje. Godverdorie zeg. Oh, super raar. Maar oké, okay, dus hier is het dan. Zit de Mac dan echt zo dichtbij? Want ik heb een Uber besteld. En... gast. Bijna tegen mijn Mazda ook nog. Trouwens, dat valt wel bij mij. Oké, we gaan die dus uit. Maar yo, waar zit die Mackie dan? Maar ik kom net ook van de Mac vandaan. Ja? Nou, ik zag Mac Ronald. Nee, ben je niet aan het filmen? Oh, ik weet echt niet waar we uit gaan komen. Maar in ieder geval, we gaan in ieder geval naar de Mac toe. Ik wist het. Is dat de McDonald's die je bedoelde? Oh mijn god. Oké, okay, we gaan er nu op af. Maar wat ga je bestellen? Ja, maar ik was hier net geweest nog. Hoe weet je dat ik hier ben geweest? Wacht. Had ik jou aan de lijn toen net? No way, guys. Ik had dus deze man aan de lijn. Ik ben gewoon aan het rosselen. Kijk, ik werk ondertussen werk ik bij Uber, maar ik werk ook gewoon bij Mackie, weet je toch? Via de dark web, ja. Dat voor zo'n skeer bakkie. Geld besparing. Oh, je bent op mijn auto. Je hebt sowieso een Mercedes thuis staan, hè? Kom maar. We gaan hier naar binnen, mensen. En wat doe jij dan? Waarom ga jij niet naar binnen? Oké, okay. Ik vertrouw de situatie echt hier niet. Waar komt hij vandaan? Waarom gaat hij weg? Hé, hey, waar ga je naartoe?